Rond deze tijd zie je vaak kuikentjes, lammetjes, kalfjes en andere jonge dieren. Maar de familie Kramer heeft wel een heel bijzondere baby. De 12-jarige Ronald Kramer heeft hij namelijk de zorg op zich genomen voor een jonge Schotse hooglander nadat het diertje werd verstoten door zijn moeder in het natuurgebied De Tjamme. Wij liepen een dagje mee om te kijken wat er allemaal komt kijken bij die verzorging. Ik ben de melkmaker voor Scotty. Ik zet de weger aan. Kijk, hij staat nu op het moment op 0. Dan doe ik 200 gram melkpoeder. Doe ik gewoon in de beker. Oh, Scotty, rustig aan. Nou, Scotty, je hebt hier een kleine Schotse hooglander. Hoe kom je daaraan? Hij komt bij het natuurgebied hier achter de Tjammeweg. Daar is die verstoten door zijn moeder, denken wij. Rond eind januari. Mm-hmm. En toen is die bij een man gekomen die zeg maar de schat zo gewoon stelt. En daarom, toen wist hij niet wat hij ermee moest doen. Dus hebben wij hem zeg maar geadopteerd, soort van. Oké. En wat houdt de verzorging voor een Schotse hooglander allemaal in? Wat moet je allemaal doen? Tot nu toe hoeft hij alleen nog maar 2 keer per dag ongeveer een 1,5 liter fles met melk. Ja. Dit vol dus ongeveer. Als jullie het net al hebben gezien. En later misschien nog een beetje brokjes bijvoeren. Dat deden we ook al eerst. Maar misschien nog. Oké, okay, en wat moet je verder met hem doen? Moet je ook met hem spelen? Moet je hem ook bepaalde dingen leren? Nee, dat hoeft niet, maar ik vind het wel leuk. Dus ik probeer hem eigenlijk een beetje tam te maken en een paar dingen te leren. Want als ik nou bijvoorbeeld Scotty roep, Scotty! Oh, nou, op het moment niet. Meestal komt hij dan wel. Je hebt hem Scotty genoemd? Ja. Weet je ook hoe oud Scotty precies is? Ongeveer 8 tot 10 weken. Oké, okay. En dan loopt hij nu bij jullie in het weiland bij de schapen. Blijft dat zo? Ook als hij straks zo groot is? Nee, want dan kan het zijn, heel misschien, dat hij een van de schapen gaat dekken, zeg maar. Mm-hmm. Maar dat denk ik niet. Maar voor alle zekerheid denk ik dat we het toch bij onze andere koeien in doen. Want jullie hebben zelf ook nog koeien met kalveren? Ja, 5 limousin en 4 daarvan hebben tot nu toe kalveren. En we hebben ook nog een stier en de 5e is 80, maar die... De kalf is nog niet geboren. En jij gaat dan naar school. Hoe is dat nou? Want thuis heb je een beestje waar je voor moet zorgen. Maar ondertussen moet je ook naar school. Lukt dat wel? Ja. Maar ik geef hem 's ochtends en 's avonds geef ik hem de melk. 'S Ochtends voordat je naar school gaat, dan geef je hem eerst melk. Ja. Dus moet je erg vroeg opstaan? 7:20 ongeveer. Omdat ik om 7:45 moet ik op school zijn. Oké, okay. Wat vinden jouw klasgenootjes er nou van? Want vast niet iedereen heeft zo'n leuk huisdier. Sommigen die vinden het wel leuk, die willen hem zien. En wat vind je er nou zelf van, dat je zo'n huisdier hebt, dat je zo'n lief dier hebt om te verzorgen? Mooi. Waarom? Ja, als ik me verveel, dan heb ik een beetje tijdverspilling. Want soms dan ga ik gewoon even naar buiten en dan kan ik met hem spelen. En hij krijgt ook al een beetje tanden? Ben je dan ook trots als je ze eerste tandjes voelt? Als een echte vader? Nee. Dat niet? Maar ze worden eigenlijk al een beetje geboren met tanden. Want als je helemaal achterin de mond voelt, ja, kan je dat ook voelen. Daar heeft hij kiezen zitten, hè? Daar achterin. Ja. Daar wordt hij mee geboren. Leuk zeg. Wat gaat er in de toekomst gebeuren met Scotty, denk je? Dan wordt het waarschijnlijk wat hij gebruikt als Dexty of gewoon even voor de sier, zeg maar.
Oké, dus dan krijg je straks allemaal baby Scotties ook? Misschien wel. Ja, oké. Nou, dankjewel.